Iedere zondagmorgen als ik hier kom, in de stilte van dit godshuis, want zo noem ik een kerk vaak, dan vind ik dat heel bijzonder om er te zijn. Weg uit de drukte van alles en even de stilte proeven, zeker op zondagmorgen, en dat is heel bijzonder. En om dan vervolgens, wat ik met heel veel vreugde doe, een kerkdienst leid. Ik hoop eind volgende maand 72 jaar te worden. En ik had soms al eens het plan om met mijn 70ste te stoppen, want dat mag dan ook een keer. Maar ik ben daar weer van teruggekomen, want ik kan het niet loslaten. In 1192 is voor het eerst sprake van een vorm van een kapel die er zou staan en die was toen van hout. En van lieverlee zijn er allerlei uitbreidingen geweest en uiteindelijk is dit prachtige gebouw tot stand gekomen. Het mooie in deze kerk is het plafond. Dat is allemaal van hout. En als u naar het plafond kijkt, dan ziet u de steunbogen die daar zitten. Die eindigen allemaal in kleine kopjes, figuurtjes. En de timmerman van destijds, om het zo maar te formuleren, heeft zijn fantasie volgens mij de vrije loop gelaten. Want er moet ergens ook een kopje zitten waar iemand zijn tong uitsteekt. Dit koor waar we nu bijna in staan, daar is ooit tweedelaags een kosterswoning in gebouwd. Hier hebben dus mensen gewoond. Een kosters-echtpaar. En ik heb een aantal jaren geleden de zoon van deze koster hier in deze kerk zijn huwelijk ingezegend. En die zoon is in deze kerk geboren. Nou ja, dat kan bijna niemand zeggen natuurlijk. En dat is heel eigenlijk een mooi verhaal om te vertellen.